Goedemorgen mannen, wij zijn hier vandaag voor het volgen van een snoeicursus. Aan jullie het verzoek om eens naar deze boom te gaan kijken en met elkaar van gedachten te wisselen over wat moet er nou gebeuren aan deze boom. En misschien dat jullie ook alvast het gereedschap zouden kunnen oppakken en met elkaar in gesprek gaan over wat er gebeuren moet. Wat opvalt aan deze boom eigenlijk is dat die boom te vol is. Men zegt altijd je moet een pet door de boom heen gooien. Nou ja, dat kun je hier wel zien. Dat lukt dus hier absoluut dus niet. Het blijft er mooi in hangen. En die krijgen ook te weinig licht in de boom voor de appels, voor de groei van de appels. Dus dan moeten alle staande takken, alle hangende takken en de takken die naar binnen groeien kunnen er sowieso allemaal uit. De hoogstambrigade uit Zuidwolde is denk ik een van de langst bestaande hoogstam fruitboombrigades in Drenthe. Wij bestaan ruim 20 jaar nu en inmiddels zijn we uitgegroeid tot een stuk of 25 vrijwilligers met 5 snoeigroepen. En die snoeikar van ons die is ongeveer de hele week in gebruik. Dus wij snoeien ongeveer 450 bomen op jaarbasis denk ik die we onderhouden. Ik kom zelf van een boerderij met wat grond er rondom toe. We hadden veel appelbomen en perenbomen. En die moest je altijd wat in bedwang houden. Dus vandaar dat ik gevraagd ben voor de hoogstambrigade in Zuidwolde. We vinden dat een plezierig iets. En goed, je komt dan ook op andere plekken waar je fruitbomen ziet. En dan zie je ook gelijk van, nou, maar daar moet nog wel wat aan gebeuren. Waar we ook nog een keer om moeten denken bij een snoeien van een fruitboom, dat wij ongeveer 20 en bij een grote boom 30% eruit kunnen snoeien. Anders overleeft die boom het niet. Want het is wel een bekend percentage. 20% is wel een beetje een normaal percentage voor een boom om te kunnen snoeien. En deze boom, dat moet toch wel een beetje tussen de 20 en 30% gaan rekenen. Anders ga je te veel weghalen van de boom. Vanuit Landschapsbeheer ondersteunen, adviseren en faciliteren we de vrijwilligersgroepen die bezig zijn met fruitbomen. Deze vrijwilligers die zorgen ervoor dat het oude cultuurlandschap, dus de oude erven, ook het aanblik houden zeg maar, die ze vroeger hadden. Dus dat de fruitbomen daar ook in stand gehouden worden en op een goede manier gesnoeid worden, dus op de authentieke Drentse manier.